Dit was namelijk al een aantal keren aangevraagd en me leek het wel een heel erg leuk idee om dit te gaan filmen. Wat het inhoudt is dat ik jullie gewoon ga meenemen in mijn kledingkast. Ik ga jullie gewoon mijn favoriete items laten zien, zoals mijn favoriete truien, mijn favoriete t-shirts en dat soort dingen. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie zin hebben in deze video. Als we willen, dan nog zeker even dat blauwe duimpje omhoog. En laten we nu maar gauw gaan beginnen. Oké, als eerst ga ik jullie mijn kast laten zien aan de buitenkant. En dit is mijn kast aan de buitenkant. Hij komt van de IKEA, voor als je het je afvraagt. En hij heeft 3 deuren. En je kan op alle deuren kun je een spiegel doen. Maar ik heb hem alleen aan de rechterkant, zodat je gewoon je hele outfit kan zien. Ik ga beginnen met het grootste gedeelte. Dat zijn dus de 2 deuren. Die kun je zeg maar openklappen. Daar heb ik als eerste een hanggedeelte. En bij dit hanggedeelte heb ik al mijn t-shirts hangen. En ook shirts met lange mouwen. Oké, dit zijn dus al mijn t-shirtjes en al mijn shirts met lange mouwen. En ik ga nu jullie even mijn favorieten laten zien. Oké, ik ga beginnen met mijn allereerste favoriete item. Dat is ook meteen dit shirt wat ik in mijn vorige video ook had laten zien. Namelijk mijn passokken shop nog. Daarin had ik deze gekocht. Hij komt van de Zara. En hij heeft hier van die hele leuke studs of ja, balletjes eigenlijk meer. En ik vind deze echt super leuk. Hij is gewoon super simpel, maar ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Dus dit is een van mijn favoriete items. Dan verder nog een super tof zwart item. Dat is namelijk dit Fila shirtje. Die heb ik gekocht op de Zalando. En deze draag ik ook echt super vaak. Ik vind dit echt een heel erg leuk shirtje. Ik hou zelf verder ook heel erg van Levi's of Levi's. Ik heb namelijk ook nu een shirt aan van Levi's. En ik heb deze ook in het zwart. En die vind ik ook heel erg gaaf. Dit vind ik vooral een heel erg leuk shirt in de zomer. Dit heeft van die verfspetters. En het is niet echt een t-shirt. Het is meer een topje. En dit heeft hier verder ook van die ruffels. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dan heb ik deze ook. Dit is ook weer een shirt met lange mouwen. Het is een beetje een off-the-shoulder topje. Maar niet helemaal. Het heeft een wat bredere hals. En deze komt van de Vera Moda. En deze draag ik ook echt heel erg vaak. Dan door naar mijn favoriete deel. Dat zijn namelijk de witte shirtjes. En zoals je kan zien heb ik ook heel erg veel witte shirts. Maar ik hou echt van t-shirts en vooral van witte t-shirts. En die draag ik ook heel erg veel in de zomer. Ik heb hier weer 2 Levi's shirtjes. Deze heb ik en deze. En deze draag ik ook echt super vaak. Deze vind ik ook heel erg leuk. Die is van Calvin Klein. En deze heb ik ook heel erg vaak aan. Maar dit is gewoon een basic shirt en het past eigenlijk op alles. Laatst heb ik deze nog nieuw gekocht. Dit is van Ballen in Amsterdam. En dit kent iedereen denk ik ook al. Maar dit is ook weer gewoon een basic shirt. Dit shirt heb ik laatst nieuw gekocht bij de Sting. Dat staat op Flawless Everyday sinds 1988. Deze vind ik ook heel erg leuk. Namelijk door de groene kleur. Het is een beetje van dat metallic-achtige ja, kleurtje of finish heeft het er overheen, zeg maar. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Deze herkennen jullie vast ook allemaal wel van mijn pashokken shoplog. Dat is namelijk het off-the-shoulder topje van de Bershka. En ik vind deze zo gaaf. Ik ben echt heel erg blij dat ik deze heb gekocht laatst. Want het is echt een heel leuk topje van de zomer. Lekker luchtig. En ik vind deze ook echt super gaaf. Dus dit zijn ongeveer mijn favoriete topjes en shirtjes die ik dus heel erg veel draag. En dan ga ik dus nu door met al mijn truien. Dit zijn dus al mijn truien. En ik heb ze een beetje op kleur gecategoriseerd zoals je kan zien. Ik heb hier zwart. Hier nog wat overig zwart en donkerblauw. Dan krijg je een beetje rood en bordeauxrood. En dan krijg je grijs en wit. En ik ga dus hier nu ook alweer mijn favoriete trui van laten zien. Maar waarschijnlijk ken je mijn favoriete trui wel van mijn video. Aangezien ik ze echt bijna altijd aan heb. Ik ga beginnen met mijn favoriete hoodie van de zwarte rij zeg maar. En deze hebben jullie al in zoveel video's gezien. Dat is namelijk mijn zwarte Nike trui. Een hoodie eigenlijk. Hij is super simpel, alleen heeft hij hier een Nike logo. Ik had deze aan naar Rome. Ik heb hem echt gewoon bijna iedere dag aan. Maar ook in mijn video's zie je deze heel veel voorbij komen. Maar dit is echt een top trui. Ik weet niet als je hem nog kan kopen. Ik had hem toen gekocht bij de Snipes. En ja, het is echt een geld waard geweest. Want ik heb deze zoveel gedragen. Dit is echt mijn favoriete trui. Verder komt deze trui van de Hollister. Het is namelijk een cut-out shoulder trui, heet die volgens mij. Hij heeft dus een cut-out bij de shoulder. En ook bij de nek, zeg maar, heeft hij hier een cut-outje, zeg maar. Ik vind deze super gaaf. Het is een zwarte kleur. Het heeft een beetje van dat gebreide stofje. Ja, ik hou echt van deze trui. Ik heb deze ook heel vaak aangedaan naar school. Hij zit gewoon super chill, dus ook echt een aanrader. En dan ook nog de welbekende Bieber trui. Deze heeft iedereen, kent iedereen. Deze trui komt van de H&M. Was toen na tijd gewoon super populair. Iedereen had hem. Ik heb hem ook. Ik hou ervan. Het is ook een super goede trui. Ik heb hem heel veel aangehad. Ook echt een top trui. En dan deze trui. Ik heb hem besteld op de Zalando. Maar ik kom natuurlijk van een ander merk. Dus niet van de Zalando. Maar ik kan gewoon niet op de naam komen. Maar er staat op USAF. Dat betekent dus United States Air Force. En dan hier heeft hij de Amerikaanse logo. Deze vind ik ook zo gaaf. Echt ook een favoriet. Dit is mijn favoriete rode trui. En dan ga ik jullie dus ook mijn favorieten laten zien van de witte en de grijze truien.
En de allereerste is van de Hollister. Er staat gewoon op Hollister Los Angeles. En aan de zijkant op de mouw heeft hij nog bedrukt California. Alleen aan de linkerkant, aan de rechterkant heeft hij het niet. Maar ik vind deze ook gewoon heel erg leuk. Echt een super gave hoodie. Heb ik ook heel veel gedragen naar school en zo. Echt een super leuke trui. En dan heb ik ook nog een Fila trui. Die heb ik ook gekocht op de Zalando. En dit is ook echt een super leuke trui. Ik heb hier ook heel erg veel leuke reacties over gekregen. Maar dit is ook echt een aanrader als je hem nog kan vinden in de winkel. Dus dit is ook echt mijn favoriete witte trui. En dat was dan dus alles van deze kast. Dus deze kast kan nu dicht. En dan gaan we door naar deze. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik hier mijn schoenen. Dit zijn mijn Puma's. Dit waren mijn zomerschoenen van vorig jaar. Maar ze zijn echt helemaal vertrapt. Dus ik draag ze eigenlijk ook niet meer. Maar ik vind het ook nog wel fijn om ze gewoon te bewaren. Dan nog verder deze Nikes. Die draag ik soms met werken. Dus deze draag ik niet meer overdag, maar alleen met werken. Dan heb ik deze Nike Roche Runs. Deze heb ik alleen nog maar gedragen met carnaval. Dan heb ik nog deze Nike badslippers. Zoals je kan zien is Nike echt mijn favoriete merk in schoenen. Maar ja, deze vind ik ook gewoon echt super fijn. Die zitten gewoon super chill. Zijn vooral fijn voor in de zomer. En dan heb ik hier een mandje. En in dit mandje heb ik eigenlijk al mijn slippertjes zitten. Ik heb laatst deze gekocht bij de Primark. Die zijn gewoon 1,50. Super simpel. Verder heb ik deze sandaaltjes. Die komen ook van de Primark. En dan heb ik ook nog deze slippers van de Primark. Zoals je kan zien zijn deze ook gewoon echt super vies. Maar dit zijn ook gewoon van die 1,50 slippertjes. En dan heb ik beneden nog mijn Nike Air Max staan. Maar die staan dus beneden aangezien ik ze dus veel draag. Dan heb ik hier vooraan dus al mijn broeken. En achter mijn broeken, maar dat kun je nu niet zien, heb ik mijn shortjes. En ik ga beginnen met de allereerste broek. Dit is geen jeans zoals je al kan zien, maar echt een broek. En deze heeft gewoon aan de zijkant hier een witte streep. En deze komt van Guts & Gusto. En dan heb ik deze zwart-grijze broek van de Cool Cap. Deze draag ik eigenlijk iedere keer als ik ga werken. Dan heb ik nog twee blauwe broeken. Deze komt van de Sting en deze komt van de Only. Maar eigenlijk komen mijn favoriete broeken tegenwoordig van de Zara. Ik heb er nu ook een aan. Ja, kun je wel zien. Maar die heb ik dus nu ook aan. En ik heb er ook een met die streep die ik ook in mijn vorige video aan had. Daar heb ik toen echt heel veel vragen naar gekregen waar die vandaan komt. Maar die komt dus van de Zara. Maar die ligt nu in de was. Dus mijn favoriete broeken komen eigenlijk van de Zara. Dan ga ik nu door met mijn korte broekjes. En als eerste heb ik deze van de Bershka. Die hadden jullie ook in mijn vorige video kunnen zien. Hangen de kaarsen nog aan. Aangezien het in Nederland natuurlijk nog geen goed weer is. Dus heb ik deze nog niet aangekunnen. Verder is deze ook van de Bershka. Die is van vorig jaar. Ook echt een super fijne. En dan heb ik verder deze. Die komt van H&M. En deze komt ook van de H&M. En zoals jullie dus kunnen zien komen mijn favoriete korte broekjes van de H&M en de Bershka. En dan heb ik hier vooraan al mijn chill kleding. Dus ik heb hier allemaal dingen voor als ik voor gewoon ga slapen ofzo. Er zijn gewoon allemaal shirts die ik niet meer aandoe naar school. Maar op zich ze wel nog gewoon leuk zijn voor als ik ga slapen. Bijvoorbeeld deze Boys Are Better in Movies. Een trui van de Pull & Bear. Verder ook mijn babe shirtje. Die is gewoon eigenlijk helemaal, ja die is helemaal niet meer goed. Maar die zit gewoon super chill. Dus die bewaar ik gewoon hierbij. Verder heb ik hier ook nog gewoon ja mijn shirts en zo. En zoals jullie wel kunnen zien ligt hierachter dan eigenlijk mijn sportkleding. Eigenlijk dus voornamelijk voor het korfballen. Maar ik kan nu even niet korfballen aangezien ik geblesseerd ben. Dus dat ligt hier nou eigenlijk ook maar gewoon een beetje achterin. En dan heb ik hierboven eigenlijk gewoon dingen liggen die ik bijna niet gebruik. Maar wel ooit gebruik zoals in de zomer. En als eerste heb ik deze pet van de Brandy Melville. En deze pet van de New York Yankees. En die draag ik echt super vaak in de zomer. Dit is gewoon een zwart met witte. Nou mensen, dat was dit voor de video. Dit is dus mijn closet tour. Ik hoop natuurlijk dat jullie ook een beter beeld hebben gekregen van wat er nou allemaal in mijn kast hangt. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. En als het was, doe dan nog zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal. Dan kan je onder op de abonneerbutton. En dan zie ik jullie hopelijk gauw weer in de volgende video. Doei!